Wat ik ook zag op jullie website is dat jullie bij een kunstexpositie, toevallig in Rotterdam, ja, geluidsbewerking daarbij hebben gemaakt. Is dat belangrijk? Wat leren jullie daarvan om toch weer die samenwerking te zoeken met andere kunstdisciplines? Is dat leerzaam? Het is zeer leerzaam en nu is het eigenlijk zo gekomen. Arne Quinze is de kunstenaar, kennen we al, eigenlijk al heel lang. En die, wij hebben zo bewondering voor zijn werk, iets totaal anders dan wat wij doen. En hij bewondering voor ons. En zo is die vraag van hem gekomen of we dat zagen zitten of dat we wouden doen. En dat is een heel ander avontuur dan een plaat maken. Dus sowieso vind ik dat plezant. Maar Danny heeft daar de meeste tijd nu in gestoken. En hij vond het fantastisch om te doen. Hè. Zo klanken, ja, zoeken, dat is iets helemaal anders. Zo. Klanken nu uit mijn eigen komen. Hè. Ik had goed geluisterd wat hij wou voor zijn werk. Dus ik moest me laten gaan. Dus, ik heb me dan volledig laten gaan. Hè. Blindelings, piano spelen, omkeren. Zo van die dingen. Is dat belangrijk voor jou, die afwisseling af en toe zoeken? Ja, ik vond dat tof. Ik heb er een paar maanden mee bezig geweest. Het was wel belangrijk, omdat wij moeten altijd bezig zijn. Ja. Wij kunnen niet zo op reis gaan, kunnen wij ook niet zo. Ik weet niet waarom dat je dan rondloopt op die aardbol. Dus wij moeten altijd iets functioneel doen. En de plaat was af en wij dachten, wat moeten we nu doen? En toen kwam juist dat aanbod, die vraag. Dus het was dat zeer belangrijk dat we weer naar iets verder moesten toegroeien. Zo. We moeten altijd een doel voor ogen hebben. En dan is alles goed. Ja. Nu is dit ook af. Wat is nu weer jullie nieuwe doel? Hebben jullie die al voor jullie zelf gezet? Ja, optreden. Dus nu proberen de set zo sterk mogelijk te maken. En alles eruit halen. Zo, ja. Dat is nu weer het dichtste doel, toch? Ja. Ja, want zo'n set sterker maken, wat houdt dat voor jullie in? Wat houdt dat voor ons in? Ja, ik weet het niet. Het is door veel te spelen en te repeteren dat je de nummers beginnen een eigen leven te krijgen. En worden sterker, worden beter. Omdat je er meer... Je hebt ze helemaal in de hand en je kunt ermee spelen. Zo. En of, dat, die worden, ja. Of die playlist die je al lang speelt, omdat je weet die nummers werken goed voor een publiek. Of die wil het publiek ook horen. En als je dan daar nieuwe nummers tussen steekt die ze nog niet zo goed kennen, moet je zien waar je die zet. Anders kan er zoals stilvallen of zo breken. Je moet blijven circuleren. Zo. Ja, nu is dat zo zoeken naar hoe je het meeste energie uit die set kunt halen. En uit dat optreden. Zo. En daar moet je echt bewust wel zo mee bezig zijn. Allee, dat komt niet zomaar. Het is moeilijk als je in een zaal speelt. Speelt je een uur en een half. Dan kun je dat anders opbouwen. Als je op een festival speelt, is dat maar 50 minuten. Met die nieuwe nummers, ja, moet je dan zien waar je die dan steekt. En daar zijn we dan nu mee bezig. Ja. Voor dat uit te zoeken. Want als ik zo naar een groep ga kijken, en die spelen zo te veel van hun nieuwe plaat die ik niet goed ken, dan zeg ik zo, hé mannen, hier, en ga naar buiten, sigaretten roken of zo. Dan wil je die oude nummers horen die je kent. Hè. Dus ik kan me dat inbeelden als er publiek staat en je zou er te veel nieuwe nummers gespeeld, dat dan saai is. Ja, het moet boeiend blijven. Het moet echt een goede show blijven eigenlijk. Zo. Ja. Dus de mensen die de komende tijd naar jullie gaan kijken, die krijgen ook een hoop wat oudere nummers voorgeschoteld. Oude en nieuw door elkaar, ja. Okay. Ja, er zijn zo'n paar klassiekers. Dus. Als jullie nou terugkijken in al die jaren dat jullie actief bezig zijn geweest, nummers hebben geschreven, wat is voor jullie gevoel nou echt een... kunnen jullie een rode lijn trekken door de nummers waarvan jullie denken, nou, dit werkt, dit vinden mensen leuk? Of is het altijd maar een blinde gok? Nee, je voelt onmiddellijk welke nummers dat er werken. Je voelt, als je op een podium staat, voel je of dat je de mensen kunt pakken of niet zo. En bij bepaalde nummers voel je direct dat de energie groter wordt, dan dat er zo iets hangt dan. Dus zo moeilijk is dat niet om dat uit te zoeken. Zo. Heb je al een idee hoe dat bij deze nieuwe plaat? Ja, we zijn er nu al, maar we hebben nog maar een paar optredens gedaan, nog maar 5 optredens met de nieuwe nummers. Dus nu begin ik al te merken wat er beter werd dan het andere. Ja.